Goedemiddag, welkom bij het Vuurnieuws. Zoals elk jaar werd vandaag op 11 november in Brussel hulde gebracht aan het graf van de onbekende soldaat. De koning en een aantal ministers hebben er een bloemenkrans neergelegd. Bij het graf staat een eeuwig brandende vlam: een vlam die nooit uitgaat. Dat vuur is symbool voor de vrede en moet ons eraan herinneren hoe belangrijk die vrede wel is. Het graf van de onbekende soldaat is een graf waar niemand echt in begraven ligt. Het is eigenlijk een monument voor soldaten die gestorven zijn tijdens de oorlogen, zonder dat we hun namen kennen. In het stadje Olympia in Griekenland is de Olympische vlam weer aangestoken. Dat gebeurt om de vier jaar bij de start van de Olympische Spelen. Die zijn heel lang geleden in Griekenland begonnen. Een vrouw verkleed als priesteres houdt de fakkel in een bak waar spiegels de zon op zo'n manier weerkaatsen dat het vuur vanzelf ontstaat. Zo deden de oude Grieken het ook. De vlam wordt overgedragen aan een atleet. Die brengt de vlam naar de plek waar de Olympische Spelen plaatsvinden. Een helikopter brengt de vlam over zee. Daar staan atleten klaar om de vlam verder de wereld rond te dragen. De vlam legt een paar duizend kilometer af en wordt gedragen door heel wat enthousiaste lopers onderweg. Gisteravond ging het even bijna verkeerd toen de Vlamdrager een doodlopende straat inliep. Gelukkig vond de man snel weer de juiste weg. Het is nog lang geen lente, maar er zijn al wel voorbereidingen begonnen voor heel wat feesten. Want in de maand mei doen heel wat kinderen hun eerste of hun plechtige communie. Maar ook wie niet gelovig is en in het eerste, tweede of zesde leerjaar zit, heeft dan iets te vieren. Vrijzinnige kinderen houden bijvoorbeeld een lentefeest. Daarbij is de fakkel een belangrijk symbool. Vrijzinnige verenigingen kozen als symbool een brandende fakkel met een cirkel rond. Die fakkel, het vuur, verwijst naar de kennis van de mens. Links en rechts zijn telkens drie figuurtjes afgebeeld. Zij staan voor verbondenheid en broederlijkheid, voor samen met anderen op weg zijn naar kennis in dit leven. De rode cirkel houdt alles mooi samen. Elk kind dat zijn lentefeest houdt in mei krijgt een diploma met daarop de brandende fakkel. En daarmee zijn we aan het einde van het vuurnieuws gekomen. Dank je om te kijken. Dag!